Dit is Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland in de ziekteleer der planten. En dit is Francine Govers. Zij weet, net als Johanna, alles van plantenziektes. En is ook emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen. Wij vroegen Francine over de impact van Johanna Westerdijk. Dit is Johanna Westerdijk. Ze werd geboren op 4 januari 1883, nabij Amsterdam. Johanna, die zichzelf het liefst Hans liet noemen, toonde al op jonge leeftijd interesse in planten, schimmels en de natuur. Ze wilde studeren, maar dat ging niet zomaar. Johanna besloot staatsexamen te doen. Zo haalde ze, zonder de juiste vooropleiding, toch op haar 17e een lesbevoegdheid in plant- en dierkunde. Lesgeven wilde Johanna echter niet, ze wilde promoveren. Maar dat kon niet in Nederland. Daarom vertrok ze, tegen alle voorgeschreven regels in, naar München om onderzoek te doen naar levermossen. Doordat ze zoveel kennis ook opdeed in het buitenland, niet alleen door buiten naar die zieke planten te kijken, maar ook juist door interactie aan te gaan met andere wetenschappers, was ze internationaal erkend, wist ze wat er in de wereld speelde en bracht ze dat naar Nederland toe. In 1906 promoveerde ze in Zurich en later, in 1917, werd ze aan de Universiteit Utrecht benoemd tot bijzonder hoogleraar in de plantenziekteleer. Dat was heel speciaal. Johanna was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Haar benoeming haalde alle kranten. Johanna Westerdijk was natuurlijk de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Er waren uiteraard wel mannelijke hoogleraren, maar als eerste vrouw nam zij natuurlijk toch een hele speciale plek in. Toch was dat niet haar eerste record. Na haar promotie in Zurich werd Johanna namelijk al op haar 23e de directeur van het fytopathologisch laboratorium Willy Kommelin-Scholte. Daar beheerde zij een gigantische collectie levende schimmels. En dat was in een tijd dat men zich net begon te realiseren dat planten ook ziek gemaakt kunnen worden door microben, door schimmels, door bacteriën. En zij is daar baanbrekend in geweest. Onder haar leiding ontwikkelde het instituut zich tot een instelling van wereldnaam. De collectie bestaat nog steeds en is uitgegroeid tot de grootste van de wereld. Het zal je niet verbazen dat Westerdijk een grote stimulans was voor vrouwelijke, maar ook mannelijke, studenten in de biologie. Er werkten dan ook buitengewoon veel vrouwen in haar laboratorium en onder haar hoede promoveerden in 30 jaar tijd maar liefst 56 studenten. Het groeide uit tot een wereldwijd netwerk aan wetenschapskinderen. Op ieder continent drukte ze haar stempel. Johanna Westerdijk beschreef toen de tijd, en dat was al wel voortvarend, dat zij niet alleen naar de microben, naar de schimmels keek, maar zij wilde dat ook bestuderen in interactie met de plant en hoe de plant reageerde op zo'n infectie. Dat kun je niet los van elkaar zien. En natuurlijk, de laatste decennia zijn we daar allemaal op gedoken als onderzoekers om die interactie te bestuderen. Maar zij was haar tijd ver vooruit door dat te onderkennen dat dat belangrijk was. Johanna en haar onderzoekers waren betrokken bij grote maatschappelijke uitdagingen, zoals bestrijding van de aardappelziekte en de IP-ziekte. Samen met Bea Schwartz en Christine Buisman ontdekten ze de veroorzaker, de schimmel Gravium ulmi Schwartz van de Nederlandse IP. IP'en. Daar zijn hele belangrijke bomen in Nederland. Die gingen ineens allemaal dood. En men wist niet wat het was. En Johanna heeft haar met haar team van vrouwelijke onderzoekers, heeft ze dat dus uitgezocht. Westerdijk stond bekend als zeer gastvrij, heel muzikaal en was goed in een work-life balance. Haar lijfspreuk, werken en feesten vormt schone geesten, stond in steen gebeiteld boven de deur van haar laboratorium. Johanna heeft laten zien dat je als vrouw met doorzettingsvermogen en het volgen van je passie, dat je daarmee iets kunt bereiken. En dat je daarmee ook een hele belangrijke bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Johanna overleed op 78-jarige leeftijd, een onvergetelijke indruk achterlatend, zowel in haar vakgebied als daarbuiten. Het instituut wat nu haar schimmelcollectie beheert, draagt tegenwoordig haar naam.